De aanloop van bezoekers naar de Noodmarkt aan de Kankantriestraat is sinds de COVID-19-pandemie afgenomen. Diverse marktverkopers zeggen aan onze nieuwsdienst dat zij hierdoor weinig verkopen en zitten met hun producten. De totale lockdown van juni 2020 en de laatste weekend lockdowns hebben grote financiële schade veroorzaakt onder deze groep. Maar die aanloop die aan COVID zijn begon, mino ben man jang. Mino ben man lay oli in me wagi. Mino ben man sa famine bij wan brede wan saide aan COVID sani. Aan het systeem van president sete sani. Ama sete tak bijna ino man seki serefi. Want evi me kwa lay suga wenkri. Fugona wenkri. Dat wat im take you ten fush do. Ino man go hasi hasi na wenkri dey go piki wan sani. Ino man to wat evi go hasi hasi ina wenkri yo do buri ya sani. Man ono fa malibasan so mek amalibasan precis so mek alas madena nga de noise cap and dan ono aseri ay aseri prober fu go na afasi mano go ete ina afasi want so be las ina tengdi a COVID beko alamang tana oso satra ino mag gono wa presi go bay wansan sonde ino mag gono wa presi go bay wansan and if you bay wansan fanaf munde fu go horen go mit satra for alef na gruto baka ay pori des dat me wantak mek amalib asan precis so mek asan golek fa amush go. Hoe de mensen niet naar de markt komen, ze kunnen ook langs de straat hun spullen kopen. En er kan misschien, als er niet verkopers langs de straat zijn, iedereen komt weer naar zijn plaats terug, dat het weer anders kan worden. Nou ja, het gaat heel slecht. Met het COVID, dan kan je bijna niet eens verkopen, weet je. Al die klanten komen niet meer, mensen zijn bang. Om onder de markt te komen om dingen te kopen. Alles gaat achteruit. Ja? In plaats dat het vooruit gaat, gaat het helemaal achteruit op je naren. Behalve de COVID-19-pandemie schijnt er ook een andere obstakel te zijn waarom de Noodmarkt weinig aanloop heeft. Het gebrek aan een goede parkeerplaats is elke dag merkbaar. Hey, kijk, parkeerplaats is er ook niet hier. Als ze parkeerplaats hadden gezet. Wat meer gaat het dan parkeerplaats. Als je hier wil komen, je moet kijken wegens het COVID waren we op straat. En het ging. Toch? Je bent op straat, men gaat langs, men roept je, men koopt wat. Men hoeft geen parkeerplaats te gaan zoeken. Maar nu dat men in de markt moet komen, moet men een parkeerplaats gaan zoeken. Hier heb je een parkeerplaats of 5 cd per auto. Maar het gaat 1 keer per jaar open, dus er is geen parkeerplaats. Ze moeten een parkeerplaats zoeken, dat moet er gebeurd worden, niks anders. En De markt, ja, het is al alles. Alleen een parkeerplaats moeten ze zoeken voor de auto's om te parkeren. Enkele marktverkopers van de Noodmarkt. Sinds de COVID-19-pandemie gaan minder mensen naar de markt.